De regering heeft ervoor gekozen om de EBS-tarieven fors en ingrijpend te verhogen met verschillende verhoogmomenten tot 1 november 2024. Per 6 maart geldt er een verhoging van 40% en daarna om de 2 maanden steeds een verhoging van 7%. We spraken hierover met BEP-fractieleider Ronnie Asabina, die er als volgt hierop inging. U hebt het heel mooi gezegd. Het is ingrijpen voor de gemiddelde burger. Maar dan wil ik u terugvoeren naar het jaar 2023. Aan de vooravond van het jaar 2023 was het jaar 2023 aangekondigd als het jaar van teruggave. We hebben niks gezien van teruggave. Op een gegeven moment heeft de regering zelf gezegd van nee, beleidsombuiging, beleidsombuiging. Met andere woorden, wat de regering aan land en volk had voorgehouden, heeft men niet kunnen waarmaken. En in het kader van het jaar 2024, ja, is aangekondigd als het jaar van verlichting. En we zijn het jaar gestart met verhoging op verhoging. Verhoging op brandstof, verhoging voor wat betreft gas, verhoging telecommunicatie, verhoging openbaar vervoer. Ik praat niet eens over verhoging van prijzen in de winkel. En nu krijgen we gastarieven. Gastarieven, ja toch. En nu krijgen we een grotere verhoging van elektriciteit. En de regering zegt het is een verhoging van 40%, maar het is een verhoging van meer dan 40%. Wat de regering gedaan heeft, de regering heeft die huishoudens die tot 900 verbruiken, worden gesubsidieerd. En het gaat om een heel grote groep in aantallen. Dus als je die verschillende verhogingen voor de mensen die boven 900 en verbruiken, en die ondernemers, die MKB, als je deelt, dan zal het percentage lager uitvallen, omdat die groep van tot 900, die groep is groot. En dat andere deel van mensen die misschien in het achterland wonen, die gesubsidieerd worden, die worden ook meegenomen. Ja, want als je subsidieert, dan heb je 0, dan heb je 100. 3 maar heb je 0. Dan gaat het bij 100, dat je delen door 5, dat ook een 20. Maar als je 100 gaat, dan zijn je bij 100 toch? Dus die informatie, verschaffing, is niet eerlijk, is niet transparant. Maar om terug te komen, moeten we vaststellen, als u ziet, want wij van het parlement, we hebben ook een schrijver gehad van de regering, waar men terecht zegt van ja. Eigenlijk uit het schrijven, destilleer je, constateer je, trek je de conclusie dat de regering zelf zegt, die prijs die is vastgesteld, het is meer dan kostprijs. Dus er zit heel veel inefficiëntie erin, er zit veel lucht erin. Ja, want regeringsrevie etaki bepaalde groepen mee subsidiëren, bepaalde voorzieningen en faciliteiten als straatverlichting, dan gaat de transparante idee niet, maar het is geen echte kostprijs. Kom nog bij kijken dat sinds jaar en dag er gesproken wordt over doorlichting van het bedrijf. Doorlichting heeft in de plaats. Wat we ook gezien hebben, regering zegt het is 40%. Waarom is het meer dan 40%? Om de twee maanden, zal die prijs, het tarief, onderhevig worden aan verandering. Hoe? De regering zegt, het is een model. De prijs is gebaseerd op een model. Als de koers stijgt, gaat die prijs van benzine, van brandstof ook stijgen. Geen brandstof, energie, elektra. Als laat maar zeggen, staatsolie, toch, een hogere prijs. Voor een hogere prijs levert aan EBS, zal EBS dat afwentelen op de consument, dus zal die prijs ook stijgen. Als de wereldmarktprijs van benzine stijgt, ja, want staatsolie werkt
met de wereldmarktprijs van benzine. Ondanks het feit dat men zegt van luister nog, in feite, hun break-even point kan zelf tot 50% teruggebracht worden. Dan nog hanteert men de wereldmarktprijs. Ja toch? Dus alles aan dat die beïnvloedt het tarief. Maar wat zijn ze aan het bakken? Dat die regering taki met baseer op de prijs voor elektra tap a koers. Met andere woorden zien wij dat de regering zegt voor een belangrijk onderdeel wat behoefte is een levensbehoefte. Energie is een levensbehoefte. De regering heeft een behoefte dat die mee met een marktconform. Marktconform betekent dat je het gewoon koers op 36. Ja, de vraag is als die koers teruggebracht wordt, teruggaat naar 30, if hoe landt die Osaka prijs? Ik denk van niet. Want dan dat die Gralanti het tegen dat die koers op 36, a plafond voor een koers naar 36, de man ook gewoon naar grond. Want de man gewoon naar grond, abis compenseren, abis subsidiëren. EBS. Want ik heb ook de vraag hier in het parlement gesteld aan EBS. Maar je zegt je kostprijs in SRD. Ja. U is zetting om. Nee, je dollariseert het. Dus haar prijs. Evidemment, Abi. Zeg maar. Een tarief van zeg maar 100. Of 136. Dat de man delen doorzetten. Maar een vast tarief in US. Dus dan gaat dat ding maar eurocom. Maar een salaris voor de eurocom. Het is niet maar conform. Toch? Die mannen hun vaste activa. De eurogebouw voor EBS aan dat. De mannen kan gewoon hanteren wat marktconform tarief. Voor appraise dat is. Daarom wil actie garantie ook dat je. Als je vindt dat je EBS. Het draait efficiënt. Zij de samenleving nog maar informatie dat en van samenleving ook informatie. En de verantwoording en transparantie bij de Unie bedrijf. Zolang je produceert jaarrekeningen, is je bedrijfsvoering niet transparant. Is je bedrijfsvoering niet efficiënt. Is je bedrijfsvoering niet controleerbaar. Dus EBS is voor de bezig naar de activiteiten. Maar aan de check and balance nodig. Aan de transparant, aan de voorspelbaar. Want regeringsrevi speelt onder één hoedje met EBS. Want de man is zorgutaki, de man produceert jaarrekening. Terwijl er een wet op de jaarrekening is. Dus dat is nog de. Waardoor een inefficiëntie, een bigi libi, een mismanagement kan zijn in een bedrijf, wordt afgewenteld op de consument onder het mom van kostprijs. En dat kan niet. Daarom bepalen instituten in een kondreja uno abi. In Holland bijvoorbeeld heb je een autoriteit, consument en markt. Het is een onafhankelijke autoriteit, is een prijswaakhond, concurrentiewaakhond en prijswaakhond. Zij hebben goed dat als de prijzen, zij de maïtiki, als de prijzen die rechtvaardig en als ze de toets der economische wetmatigheid kunnen doorstaan. In Srana uno abi instantie dat niet. Maar we hebben de minister op de persconferentie horen zeggen, en dan heb ik het over de minister van Esoti, van men gaat hard optreden, voor wat betreft de controle van de prijzen in de winkels, dat men niet zal overdrijven. Nu vraagt die samenleving, heer Asabina, als het 3+ jaren niet is gelukt, hoe zal het niet lukken? Dus de regering neemt gewoon een loopje met het gezond verstand van dit volk. Wij hebben nu een situatie, ik heb de minister op de vrouw afgevraagd, de man afgevraagd. Minister, wanneer gaat u buiten Paramaribo en die kuststreek om die prijzen te controleren? Ze heeft geen antwoord gegeven. Nu, op dit moment, doet een situatie zich voor waarbij er een wet BTW is, maar er wordt niet toegezien op naleving van die wet. Je gaat naar bepaalde supermarkten, die hebben een omzet, zo'n BTW-wet, zodra je een omzet boven 1 miljoen SRD. Moet je jouw klant BTW in rekening brengen voor de producten die onderhevig dan wel onderworpen zijn aan BTW. Maar er is geen haan die er naar krijgt. Willekeur. De regering zegt er is een subsidiesysteem. Je kan subsidie via sociale zaken. En je kan geen subsidie via
en de EAS, die sociale instellingen, toch? En voor een deel loopt het via EBS. Maar ik kan tegen dat je even garantie een loze systeem als koopkrachtversterking noem maar gewoon goed op gang. Hoe gaan zij dit dan oppakken? Er zijn situaties per wat Lanti zegt van het gaat om het verbruik. Ik heb ook aangegeven als gevolg van die schrijnend en de schrijnend wonen nood in Suriname. Heb je op één perceel 5 tot 6, 7 huizen. En ze trekken allemaal van één. Toch? Van één ding. Hoe zit dat weer? Ja, meter. 1 meter. De man had op staan 9000 en 900. En dit heeft zijn, maar het gaat om verschillende huishoudens. Als je maar vijf kon naar die zoon. Het zijn allemaal mensen die in aanmerking komen voor die koopkrachtversterking. Van per huishouden, toch? Maar van wat de map staan 900 ton. En zo zijn een aantal praktijkgevallen. De verhoging is ingegaan en om de samenleving achteraf te komen informeren. Dus wanneer de regering zegt aan land en volk, wij hebben een waardering gehad van IMF, omdat Suriname als modelland dient voor wat betreft, ja, uitvoering geven toch? Aan een IMF deal 100%, dan kan ik me best wel voorstellen, omdat de regering Jana Alassane IMF tegen ding is ja en amen, en we zien dat het volk, ja, is zodanig toch te neergeslagen dat die man als ik de man op die incasseringsvermogen moro om te zeggen van nee, dit, ja, kunnen wij ons niet meer veroorloven, dit pikken we niet. Waardoor Gralanti, ik ga ervan uit dat je alles aan de koek en ei, dus de IMF tak, doe die si, ja en amen. Waardoor ze dan naar ene kondre in de grond op het terrein. Toen we aan IMF bellen en het programma is vooruit en alles, ja, is ja en amen. En de regering ziet dat als een wapenfeit. Voor dat je kijkt naar IMF, u maakt de wereld rondlopen. En aangeven dat Suriname het land is waar jouw programma naar letter en geest wordt uitgevoerd. En nogmaals, mensen zien dat als een positieve waardering. En terwijl het volk crepeert, we zien dat deze regering geen creativiteit niet aan de dag legt. Want ik nou, mijn man zie nou een projectsaarregering kon. Bewees je dat het is nou een verdienmodel. Het enige op zijn regering kan takken. Ja, zijn man kan takken naar een trekraket voor de regering die zie. Nadat hij het volk uitzuigen. Zelfs die parasitalen, ja, kunnen niet op een gezonde manier gerund worden. Men kan niet erop toezien dat plaatsvindt. En we hebben de afgelopen dagen, heer Asabina, verschillende deskundigen gehoord die aangeven dat dit de zoveelste aanslag is op de reeds gehavende koopkracht van de werkende klasse. Maar dat heb ik al aangegeven, toch? Kijk, het leek alsof. Het leek niet alsof deze regering heeft een olifantenhuid. Ik heb het meermalen gezegd. Ja, alsof men gevoelloos is. Want hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat je pasboom komt met stroomverhoging van meer dan 100%? Want dat is de keiharde, die verhoging is meer dan 100%. En je kan zeggen aan land en volk, tot 9000 wordt gesubsidieerd voor een deel. Maar dat is niet waar. Omdat ook die groep die gesubsidieerd wordt, tot 9900 kilowattuur, die groep zal het in zijn zak voelen wanneer hij boodschappen haalt. Wanneer hij in een bus moet stappen. Ja? En mind you, binnen redelijke termijn, binnen no time ga je zien dat, want stroom, elektra, moet je zien als een spin in het web. Het heeft vertakkingen met alle geledingen van de economie. Het heeft vertakkingen met alle geledingen
van het sociaal-maatschappelijk leven. Dus het gaat een multiplier effect hebben. Ja, toch? De ondernemer die gaat het afwentelen. Ja? En de regering zegt ook, en dat is het van eigenlijk het volk om de tuin leiden, met name de MKB's. De regering zegt, en middel- en kleine bedrijven die verlieslatend zijn, die mogen zich wenden tot de Belastingdienst voor voorzieningen. Gisteren heeft iemand mij gezegd dat hij naar de Belastingdienst is gestapt. En Belastingdienst heeft nog een voorziening gegeven. En die persoon heeft mij gevraagd, meneer Asabina, u bent werkzaam bij de Belastingdienst. Is het waar? Ik dacht ja, want sinds jaar en dag is in onze belastingwetgeving opgenomen. Als je verlies leidt, betaal je geen belasting op een negatieve winst. En Anoua, het is geen verworvenheid van deze regering. Dus eigenlijk, regering, is dat bedoeld? Je afvolk, ziekte of neging. En dat kan je niet maken. Je kan jouw ondernemerschap is de kurk van elke gezonde economie. Dus je moet ondernemer als juwelen zien. Maar wat zegt de regering? Deze maand en om de twee maanden wordt de prijs aangepast. En in mei komt de eerstvolgende aanpassing. Dan worden geen enkel bedrijf in Suriname wordt gesubsidieerd. Ze moeten pasboom 100% betalen. Maar je hebt als regering tot nu toe geen enkele faciliteit voor ondernemers en investeerders gecreëerd. Integendeel. Maar kom nog bij kijken. Want ik merk dat niemand daarover praat. Hè. De regering verhoogt een elektratarief drastisch. En de regering heeft gezegd, u betaalt geen BTW op gas, water en elektra voor de komende 6 maanden. Dus in juni, wanneer die eerstvolgende aanpassing ingaat, krijg je 5% BTW. Extra op die 100% verhoging komt nog 5%. Ja toch? Dan wordt het geen 5% meer, dan wordt het meer dan 10%. Want ze regeren doen, regeren dat je nog in afpaai BTW nu, want dat is 5% toch? Dat in afpaai moro. Dat dan maar schroef aan prijs naar 100, naar 200%, dat je op aan BTW. Dus aan BTW zijn er weer paaien afgelopen moe, en mij tekenen baka in wat heet. Dus zullen mij kies de man en vakbeweging die zit en kijk ernaar alsof er niks aan de hand is. Ik weet niet of ze vragen hebben gesteld van regering. Als die BTW wel ingaat op gas, water en elektra per 1 juli, want voor de eerste 6 maanden, regering tak naar mijn paaiengiu, maar nooit, mijn accident maakt dat ook, temego paai faianaga watra, mijn wanshina mijn slep, a BTW salanti paai, give me. Want één ding moet je nu voor het hoofd zien, a regering pakt ons van hier tot ginder. Desnoods, laat die bij BTW toch. Dat is desnoods, we paaien BTW. Maar wanneer paaien BTW, dan moet ook dat moet kiezen, dan moet teken nu. In een minuut paaien BTW, maar moet teken dat papi zich zo. We zien dat een elektra vanuit onze hydro en centrale minder wordt. Van 160 naar 90. Ja, het is een terugval van bijna 60-70%. En zijn regering takkie, ik maak het conform. Waardoor aan de regering dat men ook op een isabi, maar je nog sabi, if I say dat de man loos aan wat traf hoe moeten naar stoel meer of het te maken heeft met mismanagement. Want er was voldoende water, maar de man speel aan wat traf. Want de man wil er vanuit dat hij wat traf abo alleen eten. Maar het heeft te maken, ik weet niet of ze de of meteorologische dienst heb de apparatuur voor volk. Ding en klimatologische en omstandigheden en situatie. Waardoor we nu samen gaan op basis van welke feiten en voorspellingen men spil en water spaar. Maar de keiharde realiteit dat die stroom vanuit het stuwmeer dat een aantal malen goedkoper is dan en fossiele brandstof. Dat die amassa kan gaan 40%, 50%, 60%. Waardoor Grand Lantino, ja, of EBS moest bij diesel
pijbing moet naar landi saka, de landi taki nee. En hij wook ook, ik wendel het af op het volk. En men probeert het in een zodanige verpakking te plaatsen voor zeer giminang aan jou. En de mafie nu ba, en dan gaat die zie, en regering longo naar IMF bato. En de vijfde evaluatie heeft keurig plaatsgevonden. En garantie gezien 52 of 62 miljoen. En we krijgen weer een 10 punt voor, en van IMF. IMF. Dus als je kijkt naar een rapport cijfer voor Stranang, is IMF dat terecht. En ik vraag mij in gemoede af of onze president Mushidati, ja, als een track record. Ja, ik kwam belangrijk wapenfeit om te gaan showen. Zie je, we hebben alleen maar 10 gehad van IMF. Maar als president, nee, sorry, afvolgtaki, als gevolg voor de 10 zijn ukisi, afvolgtaki kreper. Als president, nee, sorry, en grondtapon aan Astra, afvolgtaki, als gevolg voor de 10 naar zo mini bedrijf recht op. Als gevolg voor de 10 zou ik is IMF naar zo mini osso bouw. Als gevolg voor de 10 zou ik eens IMF naar zo mini werkgelegenheid creëren. Als gevolg voor de 10 zou ik eens IMF naar zo mini infrastructuur op deze manier en is het land. Toch? En hoe zeg men dat weer? Er zijn meer wegen infrastructuur. Is het toch? Kom dan naar de wand dat hij nee. Wat het enige wat hij kan zeggen als gevolg van de vele tienen van IMF. Weet je dat we dit in die film volgen. En dat is niet goed. Dat is een teken van onbehoorlijk bestuur. Ja toch? Dus wat de regering moet doen. De regering moet open en eerlijk aan het volk zeggen. Ik had u beloofd. Een jaar van verlichting. Want zo is het jaar. Aangekondigd. Een jaar van verlichting. Nu want actie. Graland is naar verlicht. En de verhoging ook eten. Die verhogingen moeten nog komen. Het zal een kettingsreactie met zich meebrengen. Alle sectoren, alle geledingen van de samenleving. Omdat ze allemaal een verwevenheid hebben met brandstof. Met elektra, energie. En dat moet gezegd worden. En we zien, en toch nog steeds zien wij dat de regering ook het woord koopkrachtversterking in de mond neemt. Hoe kan jij praten van koopkrachtversterking, een bedrag van 1800 SRD, dat is aangekondigd toen de koers was 1 op 21 zoveel. En nu zitten we op 36, dezelfde monieker koopkrachtversterking. Toch? Is toch het volk knallen voor citroenen verkopen?